Het is vrijdag en Sven is vandaag jarig. Papa is jarig, hè? Ja, en we gaan nu versieren. We gaan nu versieren, terwijl papa aan het douchen is, zodat hij het niet ziet. Wat hebben we dan nodig, Niels? Vlaggen. Vlaggen. Cadeautjes en ballonnen. Oh. Hier zijn vlaggen. Zullen we die samen ophangen? Ja, ik moet nog even dat cadeautje doen. Oh ja. Niels heeft een heel groot cadeau. Wow. Hier, mama. We hebben een klein taartje met een vlaggetje en een kaarsje. En oh, er hangen slingers. Maar ja, ik kan nergens bij, dus ik heb het ten dele gaan. Maar we hebben nu bij de kamer donker gemaakt. We gaan met het kaarsje. Kies jij maar. Goedemorgen, het is zaterdag. Nou, zoals je ziet hebben we net de verjaardag van Sven gevierd. Tenminste, een beetje. En zometeen gaan Niels en ik op de kamer zitten. Ik zou eigenlijk met Elin gaan. En dan zou Sven met Niels naar de dierentuin gaan. Maar Elin nou? Ja. Maar Elin is de hele week ziek geweest. Dus die ga ik niet meenemen op de kamer zitten. Want dat lijkt me niet zo heel erg prettig. Was ook echt wel even schrikken. Want ze had... ze plaste niet meer. Dus dat... ja, je weet, 6 volle plasluiers. Nou, daar kwam ze gewoon echt niet meer aan. En ze dronk heel slecht en ze was heel verdrietig. Aan het begin had ze ook koorts. Dus uiteindelijk, we zijn zonder haar naar huis uit het plasluis. Dat hebben jullie nog gezien vorige week. Woensdag zijn we weer naar huis gegaan. Want ze had toen bijvoorbeeld van 5 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags gewoon niet geplast. Nou, daar was het echt wel kiele. Dus ze had gezegd, ze moet nu... 130 cc drinken vanavond nog. En anders dan ben ik bang dat ze morgen naar het ziekenhuis moet aan een infuus en aan de zonde. Nou goed, Elin heeft goed geluisterd. Want meteen toen we terugkwamen van de huisarts had ze een plasluier. Na dus 12 uur lang niet. En heeft ze gedronken. Die 130 cc inclusief ORS. Dus dat was goed. En nou, toen begon het eigenlijk... donderdag weer een beetje van vooraf aan. Maar ze was wel echt duidelijk alerter, zeg maar. Wat frisser. Mijn vader moest sowieso naar de huisarts. Dus die heeft ze nog even meegenomen. En die zei van... ze dronk echt wel een stuk beter. Dus die zei ook van ja, nu gaan ze eerst, zeg maar... gaat het lichaam het vocht gebruiken voor de vitale organen. En pas daarna gaat ze weer plassen. Dus... dat is nu een beetje aan de hand. Dus ze drinkt echt wel een stuk beter. Ja, ze heeft echt nog wel pijn. Ze had dus waarschijnlijk een combinatie van een soort verkoudheidsvirus met een soort van keelontsteking. Want haar hele keel was rood in één oor. Dus daarom drinkt ze dan lastig. In combinatie met een buikgriep. Dus ja, dat is niet zo fijn. Maar goed, nu lijkt ze echt wel weer vrolijker, krachtiger in de bewegingen. En ja, ik denk dat ze nu gewoon niet meer naar huis gaat. Dat hopen we. Dus dat was wel eventjes een pittig weekje. Dit weekend. Nou, vandaag Sven's verjaardag. Ik ga dus zo met Niels in plaats van met Elin op kraam zitten. En dan blijft Sven bij Elin. En dan gaan we daarna met z'n viertjes een taartje eten in de stad. Vanavond komen ouders eten. Ook voor Sven's verjaardag gezellig. En morgen gaat Sven naar zijn ouders. En dan gaat hij daar vieren met... vrienden, ze gaan naar voetbalwedstrijd en zo. De kids gaan mee en ik ga hier met vriendinnetjes een dansje doen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. En dan zondag gewoon komen ze ook weer een beetje op tijd hier. En dan gewoon een lekker dagje met de family. Dus ja, dat is een beetje het plan. Ik neem jullie mee. Ik heb me net opgemaakt. Ik heb een ontstoken oog, maar het zit zeg maar echt zo hier op mijn waterlijntje. Dus zolang ik daar weg blijf gaat het goed. Maar ik doe wel zeg maar 's avonds graag mijn make-up af, want het is niet heel prettig. Dus ja, en verder heb ik veel blush op, denk ik, zo te zien. Maar ik had er zin in. En nu ga ik de camera snel opladen, want die wil ik natuurlijk wel meenemen zo. En ik zie dat die bijna leeg is en ik moet dit even opruimen misschien. We zitten bij Anne en Max, gaan een taart eten, want Sven is weg, zoals ik al zei. De ene zit even hier. Oh, niet naar het kaarsje. Ja, ik ga even je jas pakken. Dus een hele coole outfit aan. We gaan nu eventjes op zijn fiets met trappers.
jas mee. Even naar buiten. Want we hadden net boodschappen gedaan. Maar ik was zo slim geweest om een deel van het eten te vergeten. Dus dat gaan we nu halen. We zijn lekker aan de wandel. Hier is op zo'n fiets met trappers. Ja, een beetje lekker kibbeling. Heeft papa ook een haring gehad, zo te zien. Ja. Wow! Nou, is oh! Maar die kan daar hangen. Wow! Niels, die is voor papa, hè? Maar ik wil die hebben. Ja. Blijf want papa die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, ei, want papa die is jarig en dat vieren wij. Ei, ei. Ei, ei. En dan wacht hij of de vriendjes komen. Hugo, wacht. Het is bijna 3 uur en wacht. Hij heeft een taart gepakt. Ja, had ik afgestemd, want die had Karin, toch? Nee, ik heb niet vergeten, ik heb touw. Wie, ja, ik heb jij gewonnen. Zelf? Ik heb gewonnen. Ik had vergeten, yes. Ja. Met Cluedo. Maar die is weinig aan bod gekomen. Ik heb Die heb ik hem gegeven. Wat? Die heb je mij laten zien, dus dat was bij mij. Ze denken dat ik heb gefokt, maar ik heb een waterdicht verhaal genoemd. Ik was heel blij. Ik heb want zij had alles genoteerd en ik had alleen maar dit. Ik heb bij Mes bijvoorbeeld, heb ik 5 vragen. Goedemorgen. Nou ja, goed hè, goed. Zouden we dat willen zeggen? Het was echt verschrikkelijk vannacht. We hebben misschien 2-3 uur geslapen verdeeld over de hele nacht. Dat is niet genoeg hè. Oh, het zit overal. Het zit overal. Ja. Ja. Het leek allemaal redelijk goed te gaan. Het leven lachte ons nog niet toe. Qua haar gezondheid. Maar hè, het was vrij door het touwtje. Maar goed, het was even wat het was. Maar man. Hè. Vannacht. Wat gebeurde er allemaal? Ja, maar even deze. Oh, kijk eens. Poesje Mouw. Het was echt. Het heeft zo extreem veel gekrijsd. Nou, misschien zal dit er door. Ze is weer heel erg overgegeven. En nou. We dachten echt, het gaat nu de goede kant op. Maar ze was gewoon echt niet uit de nacht. Kan je ook gaan sporten? Ik ga even thuis sporten, want mijn Zumba-lerares is ziek. Dus, Ja, weet je, ik ga ook al sporten, want ik mag meedoen van de juf. Ja, zegt de juf dat? Nou, van mij mag je meedoen hoor. Kan zien op camera. Hij is zeg maar hier. En nu zit er ook een hier. Die is nog helemaal rood. Alsof het een soort muggenbult te zijn. Heel strongé. Ik had een beetje bruinsel op me gesmeerd. Maar ik moet nu zo de deur uit. Dus ik ga het afspoelen. Ondanks dat het er misschien net een uurtje op zit. Maar goed, dat is wat het is. Ik moet ook nog even mijn haar feunen. Maar toch dat doe ik dan van daarna. Ik heb heel snel een klein make-upje gedaan, omdat ik dus zo mijn wenkbrauw ga laten verven. En daarna nog eventjes de stad in wil, heel kort. Ik moet even naar de AMB-winkel, bijvoorbeeld. Maar dan vind ik het wel fijn als ik iets op mijn gezicht heb zitten. Dus heel snel make-upje opgedaan. En ik ga gewoon straks gewoon lekker alles eraf halen. En ga ik gewoon even relaxen. En een maskertje misschien of zo, weet ik veel. Dat ik gewoon echt even... Misschien nog even slapen. Huh? En dan... ga ik me gewoon weer opdoffen. Goed, ik ga even afspoelen. Zo, ik ben klaar. Ik heb een simpel outfitje aan gewoon. Een trui en een jeans. Grijze jeans en mijn
Reeboks. En deze moet mee. Spulletjes mee. Het is nu 1 minuut voor 11, dus perfecte timing. Ik ga nu snel de deur. Het is echt super lekker weer. Ik weet helemaal niet of ik een jas aan moet. Nou, misschien maar wel doen, hè. Het kan altijd tegenvallen buiten, anders doe ik hem eruit. Ik sta in een paskamer. Ik dacht dat ik wat zien, maar het is helemaal niks. Deze zit wel minder lekker. Een blouseje, een jurkje, een broek, maar ik word er gewoon niet vrolijk van. Maar ik heb hier wel wat in zitten. En ik heb mijn kamer gedaan. Ik ben weer thuis. Ik ga even lunchen. En ondertussen een video bewerken. Ik heb rijstwafels met een omelet. En even die video. Ik was al bezig, maar ik moet hem even afmaken. Dat ga ik eerst doen. Echt, het is echt een super schattige foto van Niels in het bed van opa en oma. Mag die blijkbaar zijn middagslaapje in doen. Het duurde allemaal wat langer. Want ik was op zich wel zover als ik dacht. Alleen ik was even vergeten dat ik nog een hele ochtendroutine erachteraan had. Dus dat duurde eventjes. Maar goed, ben je benieuwd naar mijn ochtendroutine? Dan zat hij dus in de vlog van 2 weken geleden. Hij moet nu bijna 2 uur exporteren. Dus dat wordt sowieso nog een uitdaging. Het is nu 3 uur. Ik ga lekker mijn make-upje eraf halen. Ik ben echt wel blij met mijn wenkbrauw trouwens. Ze heeft ze alleen een beetje zo naar beneden gegeld. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben er wel blij mee. Make-upje eraf halen. Oh, ik zal maar even zien wat ik heb gekocht. Oeh, denken jullie. Ik heb iets heel wilds gekocht. En ik weet nog, ik heb ze nu niet eens gepast. Maar ik zag ze. Ik had ze al op de site gezien. En ik dacht al, nou, dit vind ik best wel een keer proberen. Nou, zet de zonnebril op, dan kan je het hebben. Deze schoenen van Stradivarius. Dit zijn wilde gimpen met een wilde zool. Maar ik vond zeg maar de kleuren gewoon heel leuk. Ik vind het ook heel leuk aan de achterkant. Dus ik wil het gewoon een keer proberen. Ik heb ze nog niet gepast, maar we gaan het beleven. Maar ik vind ze in hun soort wel cool. En totaal tegenovergesteld heb ik nog een mooi soort nepzijde blouseje, hele mooie kleur. En hij is vrij lang, maar het leek me heel mooi om dat gewoon in een jeans te doen en dan naar mijn werk. Gewoon in een high-waisted jeans. Dus dat. Nu ga ik mijn make-up eraf halen. Ga ik even lekker een serietje kijken. En ik ga bedenken wat ik vanavond aandoen, want het is best wel lekker weer. Maar het is volgens mij binnen en buiten. Nou, dan krijg ik wel kortsluiting. Dus ik denk, ik doe sowieso plat schoenen aan, want ik heb best wel last van mijn rug en mijn bilspieren. Dus dan doe ik sowieso ook een shaping hemdje aan om de boel een beetje, zeg maar die buikspieren een beetje bij elkaar te houden. Het klinkt een beetje gek, maar dat werkt dus heel prettig om zeg maar mij te helpen. Die buik zeg maar een beetje, dat helpt gewoon een beetje om de boel recht overeind te houden. Want mijn buikspieren doen het niet, dus dus een shaping hemdje en plat schoenen. Dat is in ieder geval om te voorkomen dat ik de hele avond pijn heb. Maar goed, dat zou ik sowieso hebben. Maar in ieder geval dat het doable is. Maar wat ik daar... Dan ga ik natuurlijk niet alleen aantrekken. Dus ga ik dan boots aantrekken en een jurkje. Of ga ik een jeans aantrekken en gimpen. Dat weet ik nog niet. Daar ga ik nog even rustig over nadenken. Dit zijn die schoenen aan. Ik vind het wel wat hebben. Maar ik dacht misschien kettingjes, gewoon een simpel zwart shirtje. En dit is een donkergrijze jeans, lijkt een beetje zwart. En dan niet deze hoor, ik doe niet mijn nieuwe schoenen aan naar een zanderige locatie. Dus ik moet even kijken, ik doe denk ik gewoon gimpjes aan. Gewoon wit of zwart. Maar dan ben ik wel heel zwart. Anders is het misschien een beetje gek om wit erbij. Nou, moet ik even kijken. In ieder geval, dit wordt denk ik mijn outfit. Dat scheelt me ook weer tijd zometeen. Dat scheelt toch. Ik kan ook nog iets sprankelenders aandoen misschien, maar. Kan het ook niet doen. Ik ben er klaar voor. Ik moet alleen nog even snel een vestje pakken. Dat was ik even vergeten. En dan gaan we er vandoor. Ik heb een zwart shirtje aan, een zwarte broek. En
gimpjes. Ik weet niet of die scherp staan. Oh, nu word ik gebeld. Waarschijnlijk vriendinnetje. Want die had ik net gebeld. Zo, vestje eroverheen voor de warmte buiten. Let's go. Ik neem jullie trouwens niet mee. Oh, nog één keer mijn outfit. Zo, dit is de outfit. Goedenavond, ik ben weer thuis en ik ga nog even lekker een theetje zetten. Of tenminste, heet water, want ik ga wel vast mijn tanden poetsen. En dan wil ik daarna natuurlijk geen thee, maar ik denk, sorry, het was voor het donker. Ik heb geen zin om het licht aan te doen. Maar ik ga zo het licht in. Maar ik dacht, dan doe ik er geen theezakje in, want dan krijg ik niet aanslag van mijn tanden. Maar dan heb ik wel nog even zo'n nice, warm drink, want het was echt koud. Het was super gezellig trouwens. Kijk, het licht. Oh. Het was heel gezellig. Het was echt niet helemaal ons feestje. Dat kunnen we er ook bij zeggen. Kijk of niet. Maar het was gewoon heel gezellig met mijn vriendinnetjes. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar het is dus 11:15. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog even lekker in bed met een theetje. Ik vind dat altijd zo fijn. Ook na het stappen. Maar ja, dan doe ik het meestal niet meer. Omdat nu, zeg maar, dit soort lijp. Dat nu slaap me net iets te heilig is. Maar anders. Zeg maar, als ik geen kinderen had die me wakker zouden maken 's ochtends, dan zou ik dat zeker doen. Dus dat zit hier even. Maar man, wat was het koud. Oh. Ik dacht, weet je, het is een beetje buiten. Maar het is vooral binnen. Maar, dus ik had me niet helemaal gekleed op dit soort kou. Het was heel zonnig vandaag. Maar daardoor was het dus ook super helder. Dus ik heb een theetje nodig om op te warmen. Ik ben wel heel moe, ik heb heel weinig geslapen vannacht. Maar ik dacht, ik ga gewoon even lekker make-up eraf halen, tanden poetsen. En dan drink ik mijn theetje op en ga ik lekker slapen. Ik haal trouwens altijd mijn make-up eraf, 's avonds. Altijd. Het is 9 uur of 10, zoiets. En Mits en ik zijn wakker. Mits heeft eindelijk weer eens de hele nacht bij me gelegen. Dat vond ik echt super gezellig. Ik zie er niet uit trouwens. Ik had bedacht dat ik in een jongbroek ging slapen en een trui. Want ik had het koud, omdat het natuurlijk die hele avond zo koud was geweest. Maar ik heb het altijd heel warm s'nachts. Dus ik werd echt halverwege zwakker. Ik dacht, oh my god, ik het warm. Dus ik heb alles eruit gegooid. Maar ik ga nu eventjes, kijk, ik weet niet, ik ga mijn jas ruiken. Nou, dat valt nog mee. Ik had verwacht dat hij echt heel erg zou stinken. Vet gemoedelijk. En Elin heeft helemaal geslapen, dus dat is heel fijn. Dus misschien is hij nu wat beter aan de hand. Dat zou echt fantastisch zijn. Ze was gisteren sowieso heel goed, zei hij. Dus ik hoop gewoon dat ze nu over de ellende heen is. Ik ga lekker douchen, want daar ben ik erg aan toe. Ik zet een was aan en ga ik een beetje opruimen hier. En Sven wist nog niet hoe laat ze naar huis gingen. Dus nou ja, weet je, kijk maar eventjes. Doe maar rustig, want dan kan ik hier een beetje opruimen. Kijk wat hij is gestuurd. Ja. Dus ik ga even mezelf wassen en het bedden goed en zo. Ik heb lekker gedoucht en nu ga ik geroosterd brood met boter en kaas. Dat vind ik zo lekker. En ik heb dan plantaardige boter uiteraard en Beemster. En hier staat namelijk op natuurlijke wijze lactosevrij, binnen dan 0,1%. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik hou me vast aan elke kaasdraad die zegt lactosevrij te zijn, zodat ik dat wel kan eten. En het broodje zit in de rooster. Nom 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 nom. Nou, ik heb even alle kleding in de slaapkamer opgeruimd en wassen zitten erin en mijn haar even geveund, make-upje erop, maar ik wilde nog even de zooi daar zeg maar opruimen, maar ik heb zo'n rugpijn en ja, dat komt natuurlijk omdat ik gisteren te veel heb gestaan en mijn buikspieren het niet doen, dus ja, dan krijg je dat. Maar meestal heb ik vooral pijn in mijn bilspier, maar ik heb dus nu ook heel erg in mijn rug.
Ik denk ook dat het nog zomer wordt, dus dat helpt ook niet echt mee. Dus ik heb gewoon een lekker groot vest aangetrokken, joggingbroek, sokken. Ik ga gewoon even Netflixen. En dan ga ik na over een half uur of zo eventjes kijken. Hey Mewans, ga je er ook bij zitten? Gaan we Netflixen? Ja, dit is, komt er ook even bij zitten. Oh, of niet? Wij zitten lekker buiten, we hebben wat bolhapjes, speeltuin, helemaal niet samen. Is hij een beetje glibberig? Zo, lekker eten. Oh, moet dat in de camera? Even poepen. Wiep, 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 wiep. Hier is hij. Wij zijn weer thuis, we waren even in de speeltuin, maar ik ben helemaal vergeten te filmen. We hebben lekker buiten een beetje bolhapjes meegenomen. Zo hebben we lekker gezeten. Ik had net een hapje voor Eling. Spinazie à la crème. Maar dat gisteren hebben ze het wel gegeten blijkbaar, maar nou, daar hadden ze nu geen zin in. Maar toen had ik nog gekookte aardappels liggen. Dus ik denk, als ze kijken of ze dat, want ze vindt vaak uit het vuistje eten wel leuk. Maar dat zitten we nu te doen. Ja. Lekker, hè? Ik zit in mijn enorme fluffy trui. En we hebben net hier de mol teruggekeken. Spannend. En ik heb in ieder geval geen rood scherm, dus daar was ik heel blij om. We gaan nu even het bed even opmaken. En dan straks nog even eten en voeden. Ik wil daar binnenkort wil ik dat wel gaan afbouwen. Alleen... Ik wil dat binnenkort wel gaan afbouwen, maar nu even niet. Sven staat nu in de boxshort te wachten tot hij er langs kan. Dus ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!